Dag allemaal, Rick Span hier met een kort verhaal uit de muziekwereld. Wat hopelijk inspirerend is. De wereld van de jazz, de blues, heel veel lessen daarin. De blues, zelf bijvoorbeeld. If you got the blues, then play the blues. Als je het moeilijk hebt, dan vertel je een persoonlijk verhaal. Dat gebeurde er in de begintijd van de blues. Mensen die deelden hun persoonlijke ervaringen, alles wat ze meemaken, alles wat veel te moeilijk was, veel te ingewikkeld. Vertel het, deel het en je kunt het kwijt en er wordt naar geluisterd. Toen mensen samen gingen spelen in bandjes, dat samenspelen, daar gaat het nu om, toen ontwikkelden ze minimale structuren, 12 maten, die je steeds blijft herhalen. En daarin is er ruimte voor iedereen om zijn verhaal te vertellen. Want in je eentje kun je niet creatief zijn. Je kunt niet in je eentje een idee bedenken wat complexe situaties oplost. Daarin heb je verschillende perspectieven nodig en ideeën komen dan tevoorschijn uit een goede manier van jammen, van samenspelen. Dit kunnen we ook nu in ons dagelijks leven doen. Als we contact hebben met andere mensen, dan pikken we ideeën op en kunnen we ze verder brengen. Praktisch voorbeeld, gisteren pikte ik iets op, Sarah Nash, Brené Brown, in een of andere call, over het verschil tussen physical distancing en social distancing. We zeggen nu social distancing, maar het zou misschien handiger zijn om het physical distancing te noemen, want we hebben fysiek even afstand nodig, maar sociaal gezien juist niet. We hebben social closeness, sociale nabijheid nodig. Nou, zo'n idee zet aan denken, je brengt het verder. Het is van niemand, niemand claimt het, maar het kan zijn gang gaan en het kan inspirerend zijn. Dat is een manier waarop je hier iets mee zou kunnen doen. Dus if you got the blues, play the blues. Blijf veilig allemaal en always keep on jamming. If you got the blues, play the blues and always do it together. Bye bye.